Hoi iedereen, welkom bij een eerste aflevering van No Limits. Ik heb sinds kort No Limits aangeschaft. Ik weet nog niet hoe het helemaal werkt. Dus aangezien ik dan nog niet weet hoe dat ik eigenlijk zelf dingen moet bouwen, ga ik eerst eventjes gewoon in de play-modus gaan. In de play-modus kunnen we natuurlijk gewoon eventjes enkele attracties al doen. Dus ik denk dat dit al leuk is voor mezelf om gewoon al eventjes te zeggen van kijk, we gaan gewoon eventjes een leuke attractie doen. Welke naam lijkt er leuk? We gaan eens kijken. Storm Valley, dat lijkt me wel iets leuk. Dus gaan we die eventjes openen. Oh, het ziet er inderdaad echt wel stormig uit. Er staan zo te zien meerdere coasters, dus dan kunnen we gewoon al eens meteen enkele coasters gaan doen natuurlijk in dit parkje. Ik hoop toch dat er meerdere coasters staan. Zo te zien op de afbeelding is dat wel het geval. Staat er ook een soort sledgehammer? Ja, ik noem het sledgehammer, aangezien dat het zo heet in Bob Jaland in België. Dus laden. Het duurt natuurlijk iets langer om het te laden allemaal. We moeten alles instellen, de achtergronden, de plantjes downloaden. Wauw. Kijk. Ik weet ook nog niet hoe de controls allemaal werken, dus ik weet niet hoe ik dingen moet doen. Zo ga je dus sneller. Vortex. Ik denk dat je die dingen ook kan doen, die flat rides. Nee? Dat mogen je echt wel heel leuk gedaan. Dus kijken of je die flat rides eigenlijk ook kan doen in dit spel of niet. Ik krijg hier net een melding. Als je erin wil stappen, moet je op de E drukken misschien. Press E. Ja, kijk, daar kan je dus ook in. Superleuk. Terug op de E en dan stappen we eruit. Kijk, hop. Terug langs de ingang aan het gaan. Beetje tegen de richting in dat ik aan het werken ben, maar maakt niet echt heel veel uit. Kijk. Gaan we hier naar deze blauwe coaster. Wat is de naam van deze coaster? Maelstrom. Of hè? Goed, we gaan er gewoon in. Ook wel heel leuk, al die afwerkingen die je hier hebt. Ik weet niet hoe dat het allemaal werkt om al die afwerkingen en zo te doen. Ik ga dat binnenkort zelf ook allemaal eens een keertje uitzoeken. Om zeker voor jullie ook opnames te maken waarin ik zelf coasters maak. En niet zomaar altijd coasters gaan opzoeken. Om natuurlijk aan jullie te laten zien. Dat ga ik ook wel enkele keren doen natuurlijk. Zo enkele coasters opzoeken. Wat jullie ook altijd mogen doen, is jullie eigen coasters opsturen. Zodanig dat ik jullie coasters eventueel kan spelen. Kijk. Ja, hoe dit allemaal gaat om dan in te laden en zo, dat ga ik allemaal opzoeken in de loop der dagen. Maar ik vind het op zich gewoon al super leuk dat ik nu eindelijk ook No Limits het spelletje zelf heb. Dus ja. Moeten we er meteen al eens een keertje een filmpje van maken om te laten zien van ja kijk, dit komt nu dus ook mee in het kanaal. Dus kijken, beugels die gaan zo sluiten denk ik. En dan gaan we gewoon lekker dit ritje eventjes. Kijk, daar gaan we. Hoppa. Ik denk dat dit trouwens banen zijn die gemaakt zijn door de makers van het spel zelf. Ik weet het eigenlijk niet. Omdat ze ook gewoon ja, standaard in het spel zitten. Oh. In zo'n spinning coaster is het natuurlijk ook altijd heel moeilijk om de baan te kunnen blijven zien. Dat is trouwens wel een heel leuk bochtje dat erin zat.
Ging die daar over de kop of niet? Ik denk het net niet. Ik denk dat het zo, net als hetgene wat nu in Walibi België gaat komen, een bananenrol is. Superleuk baantje dit. Hele leuke compacte layout. En een hele leuke keuze van walkview. Oh. Bye-bye view. Nee, dit is het ook niet. Dan gewoon terug naar play. Eventjes een klein foutje gemaakt, maakt niet uit. Ik weet, zoals ik al zei, nog niet de volledige bediening. Dus dat is allemaal nog een beetje uitzoeken. Het uitstappen was dus een beetje mislukt, maar we gaan nu gewoon eventjes de tweede achtbaan, de ingang daarvan zoeken. Het is ook wel heel leuk dat die baan eigenlijk boven de dingen komt. Ook hier, die twister is ook heel leuk gemaakt. Kijk, die baan die komt hier gewoon bovenop. Ik zie nog een derde baan, dus die gaan we zo meteen ook nog eventjes doen. Eerst even de ingang zoeken van deze rode baan. Nog geen idee hoe de naam is van die baan. Whirlwind, dus de wervelwind. Dat ik eigenlijk wel een beetje kunnen weten nadat je die wervelwind eigenlijk ziet vlakbij de inkom. Natuurlijk een front seat nemen. Snel instappen. Nee. Oh, kom, kom. Ja, nog net op tijd in de attractie. Dan zal het een treintje moeten wachten, maar die zit al op de baan. Echt wel heel netjes hoe al deze attracties eigenlijk gemaakt zijn, vind ik. En ook als je gaat kijken naar die palen, dat is ja, echt precies echt hoe het bijna in een echt pretpark is. Dat is echt wel super leuk gemaakt. Eerste inversie, tweede inversie. Derde inversie. Vier. Vijf. Vind ik ook altijd leuk in zo van die attracties dat je zo vlak over een pad gaat en zo. Vind ik altijd heel mooi gedaan. Zie je trouwens ook in Plopsaland Plopsaco. Daar gaat die Viking, die gaat er ook helemaal over die baan over. En die begint dan ook allemaal te draaien en van die dingen. Nou, eens kijken. Wat dan, als we in het station komen, hoe het dan gaat met het uitstappen. Hoe dat zou doen. Oh, kijk, ja, eens hier. Ben ik ook weer naar huis stappen. Veel makkelijker. Oh, dit was een soort single ride, denk ik. Ja, kijk. Staat niet aangegeven. Oh nee, was gewoon de uitgang dus. Oké. Gaan we naar de derde en laatste achtbaan. Thunderstruck, AC/DC. Alright, let's go. Natuurlijk,
kies ik weer de foute weg. Oef. Komen deze twee wegen gewoon terug bij elkaar terecht? Of? Zullen we maar gewoon naar daartoe lopen? Ik denk dat het hier zal zijn. Eventjes een beetje vreemd. Jammer dat hier die palen wel op de baan staan. Vind ik wel jammer. Maar dat doet natuurlijk niks aan de baan zelf. Gaan we nog snel eventjes instappen. Kijk, we zitten al vast. Dus we gaan mooi vertrekken. Oh, een launch coaster. Superleuk. Hele speciale inversie dit. Ja, nu dat we zelf niet naar pretparken kunnen gaan met de corona, kunnen we beter gewoon eventjes enkele leuke achtbanen gewoon zo zelf gaan bestrijden. Dat is ook echt wel een keertje leuk om te doen. En tegen een van de komende dagen ga ik ook proberen uit te zoeken hoe het allemaal werkt om zelf een achtbaan in elkaar te steken. En dat ga ik dan ook gewoon mee in deze serie doen. Dus dat je afwisselend eigenlijk projecten kan zien en eventueel dan de bouw dat ik zelf doe. Enkele leuke bochtjes. Te zien komt er nog een inversie aan. Hele speciale layout. Maar wel een super toffe baan. En ja, superleuk spel. Ik denk dat ik aan dit spel ook nog heel veel plezier ga hebben. En ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!